Dames en heren, welkom terug. Het is ons een eer en genoegen de volgende spreker aan te kondigen. Geef hem een warm applaus, de minister-president en onze eigen Mark Rutte. Dames en heren, er is al gerefereerd aan Hollandse Kroon. Kijk, u weet, peilingen zijn palingen, maar zonder verkiezingen moet je je toch op die peilingen baseren. Wat is het dan heerlijk als er ook weer eens een keer een gewone uitslag is. En die hadden wij dus laatst in Hollandse Kroon. 8 zetels voor de VVD, de eerstvolgende partij 5 zetels, het CDA, ook van harte gefeliciteerd. Een stuk beter dan de peilingen voor het CDA aangeven, dus ook daar uiteraard gewoon goed nieuws. Jan Swagen en zijn team. Jan is er niet, want Jan is op dit moment aan het formeren. Uiteraard, die formatie vindt plaats onder leiding van de VVD als grootste partij. Maar wat een geweldig nieuws, dames en heren. Ik wil zeggen, een warm applaus. De peilingen kloppen dus. De VVD is blijkbaar nog steeds de grootste partij van Nederland. En ik had het zo druk, dames en heren, met het voorbereiden en helpen bij die verkiezingen deze week. En het volgen van de uitslag, dat ik ook wat gebruik maak van een paar aantekeningen. Geheel tegen mijn stijl, omdat ik net even te weinig tijd had om het helemaal uit mijn hoofd te doen. Maar u begrijpt, dit had een groot doel. Dames en heren, politiek lijkt soms over de kleine dingen te gaan. Of het verstandig is voor de minister-president om naar Dance Valley te gaan. En of het gepast is om tjongejonge te zeggen in de Tweede Kamer. Over wat er nu weer allemaal getwitterd is. Dames en heren, ik zeg u vandaag, daar gaat de politiek niet over. Ik ben zelf 10 jaar geleden, de politiek ingegaan en ik heb mij steeds voorgenomen me bezig te houden met voor mij 3 fundamentele vragen. Hoe maken we Nederland sterk en welvarend voor deze en volgende generaties? Hoe geven we mensen vrijheid en verantwoordelijkheid over hun eigen leven? En hoe wordt de overheid een betrouwbare partner? Zacht waar het kan en hard als het moet. Sinds ik 1 jaar geleden aantrad als premier, werk ik met het kabinet iedere dag keihard aan het beantwoorden van deze vragen. We verkleinen de staatsschuld en we vergroten de verdienkracht van de Nederlandse economie. We maken werken weer lonend en zorgen dat fraude bestraft wordt. We bieden een thuis aan echte vluchtelingen, maar sluiten de grenzen voor kansarme migranten. We maken de zorg innovatiever en dichter bij huis. We investeren in de hardware en software van de Nederlandse economie, dus in wegen en spoor, maar ook in onderwijs en ondernemerschap. We bouwen aan relaties met landen om ons heen en met die landen knokken wij keihard. We knokken keihard voor een sterk en vooral op economische samenwerking gericht Europa. Een Europa met minder bureaucratie, met minder regelzucht en bemoeizucht en met meer noordelijke begrotingscultuur. Dat is allemaal niet makkelijk. Maar de politiek gaat dan ook niet, dames en heren, over de kleine dingen. Over 10 jaar zullen de mensen ons niet beoordelen op de wijze waarop meerderheden tot stand zijn gekomen. Of op de toon van het debat. Over 10 jaar zullen ze ons beoordelen op die ene grote vraag. Hebben wij Nederland sterker gemaakt? En wat mij betreft is er maar 1 antwoord mogelijk. Ja. En begrijp me goed, dat is niet morgen gebeurd. Ik verzet mij tegen de gedachte dat we er zonder moeilijke maatregelen weer bovenop komen. Dat de rust op de financiële markten vanzelf wel weer terug zal keren. Dat de economie zal bloeien, zolang je maar geld uitgeeft, al is het op afbetaling. Zo makkelijk, dames en heren, zal het niet gaan. En ik zei het al als fractievoorzitter. Iedereen gaat de crisis voelen. En ik zeg het opnieuw als minister-president. Iedereen voelt de crisis. Mensen voelen het niet alleen in hun portemonnee, ze voelen het ook in hun onderbuik. De staatsschuld, de onrust op de financiële markten, de eurocrisis,
Het lijkt ver weg, maar mensen merken de gevolgen iedere dag. En ze stellen de vraag, wat heb ik als individueel persoon hier eigenlijk mee te maken? Wat kan de slager om de hoek eraan doen dat sommige bankiers slechte producten verkochten en er ook nog eens een keer hoge bonussen mee opstreken? Wat kan de ZZP'er eraan doen dat landen zich niet aan de begrotingsregels hielden? Wat kan het echtpaar met een bescheiden pensioen eraan doen dat ze hun koopkracht zien dalen door de hoge rente op Italiaanse staatsobligaties? En waarom worden al die hardwerkende Nederlanders door maatregelen getroffen, terwijl ze elke dag weer hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor de samenleving? Want je zult je maar de hele week kapot werken voor een normaal salaris, rennen en vliegen om de kinderen van en naar de kinderopvang te brengen, proberen je agenda zo te organiseren dat je ook nog tijd hebt om te zorgen voor je ouders. Ja, eigenlijk dus hard werken en met moeite de eindjes aan elkaar knopen. En wat krijg je? Je zorgverzekering gaat omhoog, je pensioen wordt niet geïndexeerd en het kabinet voert nog bezuinigingen door ook. Op de kinderopvang, die wordt duurder, je zorgtoeslag, die wordt minder en je gaat meer betalen voor je theaterkaartje. Ik, dames en heren, begrijp heel goed dat mensen zich zorgen maken. Ik begrijp heel goed dat zij vragen, waarom is dit nodig? Waarom word ik geraakt? En een gemakkelijk antwoord aan deze mensen zou zijn, dat komt allemaal door de crisis. De opgave is nu zo groot omdat het vorige kabinet de schuld liet oplopen. We zitten in deze situatie omdat andere landen er een potje van maken. Dat is het gemakkelijke antwoord. En het is voor een deel ook waar. Maar ik ben nooit de politiek ingegaan en de VVD is nooit opgericht voor makkelijke antwoorden. Maar ik zeg het u eerlijk. Ook als er geen financiële problemen zouden zijn, dan zouden wij deze moeilijke maatregelen moeten nemen. Simpelweg omdat wij Nederland fundamenteel sterker willen maken. Omdat de overheid kleiner en krachtiger moet worden. Omdat we de mensen de regie terug willen geven over hun eigen leven. Omdat we de lasten uiteindelijk willen kunnen verlagen in Nederland. Er zijn op dit moment veel pijnlijke maatregelen nodig om orde op zaken te stellen. Het is onvermijdelijk dat iedereen in Nederland daar iets van merkt. Maar deze situatie, dames en heren, is geen doodlopende weg. Het knagende gevoel waar ik net over sprak, dat knagende gevoel in de onderbuik, is voor mij geen gevoel van pessimisme, maar wel van urgentie. Het zal moeilijk worden, maar uiteindelijk zal Nederland hier sterker uitkomen. En ik verzet me dan ook tegen de gedachte dat de volgende generatie het misschien niet beter zou krijgen dan de huidige. Sommigen van u herinneren zich misschien nog 1973. En wie niet, is hier naartoe gereden over de Dr. J.M. Den Elweg. Hij ligt hierachter. Want in 1973 was de oliecrisis. En Den El verscheen op de nationale televisie om het volk toe te spreken. Hij zei, het zal nooit meer worden zoals vroeger. En dat was, dames en heren, niet positief bedoeld. Of in diezelfde jaren 70, de Club van Rome. Die voorspelde dat wij binnen tientallen jaren zonder grondstoffen zouden komen te zitten. Herinnert u zich de jeugdwerkloosheid in de jaren 80? We dachten dat die nooit over zou gaan. Tot diep in 1989 durfde niemand te voorspellen dat de Berlijnse muur zou vallen. En dan, we hebben net een indrukwekkende toespraak gehoord van de Nobelprijswinnares 2011. De autoritaire regimes in Noord-Afrika en in de Arabische wereld, zij leken tot een jaar geleden onaantastbaar. Doemdenken, dames en heren, en pessimisme, dat zit nou eenmaal in de mens. Maar daarmee is het nog niet waar. De geschiedenis laat zien dat we vooruit gaan, zolang we met elkaar doorzetten. We lezen dagelijks in de krant veel slecht nieuws. Maar het goede nieuws mogen we niet vergeten. En dat is dat Nederland een van de sterkste landen ter wereld is. We leven in een van de welvarendste, veiligste, slimste, gelukkigste en creatiefste landen van de wereld. Onze voorouders die maakten land van water en gingen vervolgens onder de zeespiegel wonen. We zijn bijna onvindbaar op de kaart, maar we zijn wel de 17e economie van de wereld. Vele wereldconcerns zijn in Nederland ontstaan. Philips, Shell en Unilever, maar ook recenter ASML, TomTom. Volgens Zweedse onderzoekers heeft Nederland de beste zorg van Europa. En UNICEF noemt Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld. En we zijn ook zeer sociaal betrokken. Alleen de Denen zijn vaker lid van een vereniging dan wij. En ja,
We mopperen graag over het gebrek aan zorg voor elkaar, maar dat doen we terwijl we onderweg zijn om boodschappen te doen voor een zieke buurvrouw. Het Concertgebouworkest is het beste orkest ter wereld. En een Nederlander wordt nu directeur van het onderzoeksinstituut aan Princeton. Dat is het zeer prestigieuze instituut waar Einstein ooit de baas van was. Er is, dames en heren, niets mis met Nederland wat we niet kunnen repareren met wat sterk is aan Nederland. En ik weet, dat gaat niet vanzelf. Ik ben geen pessimist, maar ik ben ook geen naïeve optimist. Een sterk land heeft een aantal randvoorwaarden nodig. In de eerste plaats solide overheidsfinanciën. In de tweede plaats een krachtige, maar ook kleine overheid. En ten derde duidelijke grenzen die duidelijk gehandhaafd worden. Daarom stellen we als kabinet orde op zaken in het huishoudboekje. Zodat we geen schulden doorschuiven naar volgende generaties. En zodat we onze eigen beslissingen kunnen blijven nemen. Daarom werken we aan een kleinere overheid. Die doet wat nodig is. Maar die ook laat wat Nederlanders zelf kunnen. Mensen die hun best doen. Of het nu de bakker is. Of de promovendus aan de universiteit. De architect, de leraar, de ondernemer in het MKB. Zij vormen de ruggengraat van Nederland. Zij vormen de ruggengraat van de samenleving. Wij moeten die mensen niet tegenwerken. Wij moeten deze mensen alle ruimte geven. En dames en heren, we moeten grenzen stellen en grenzen handhaven. Afgelopen jaar hebben we stappen gezet om ervoor te zorgen dat mensen die voortdurend de fout ingaan, strenger worden gestraft. En, hier ben ik heel trots op, Fred Teven en Ivo Opstelt hebben ervoor gezorgd dat slachtoffers in Nederland een stem en een gezicht hebben gekregen. Een oud VVD-punt, het is nu gerealiseerd. Dames en heren, solide overheidsfinanciën, een kleine overheid en het handhaven van duidelijke grenzen is niet alleen nodig in Nederland. We hebben nu ook in Europa de unieke kans om dat prachtige werelddeel blijvend te hervormen. Het mag in de toekomst namelijk nooit meer voorkomen dat landen die zich goed gedragen de rommel van andere landen moeten opruimen. Dat moet in Europa stoppen. Op Nederlands initiatief komt de commissie, de Europese Commissie, met plannen die heel ver gaan wat betreft strengheid. Veel verder dan we ooit een jaar geleden hadden kunnen voorspellen. Wat Europa nodig heeft is minder bureaucratie, minder regelzucht en minder bemoeienis. Stevige afspraken, stevige controles en ook stevige sancties. En vooral een strenge begrotingscultuur. Spaarzaamheid, nuchterheid en hard werken. Kortom, dames en heren, Europa kan wel wat meer Nederland gebruiken. En ik weet, dit gaat allemaal in kleine stapjes. En dat is soms frustrerend. Als je je nu zorgen maakt, wil je dat er morgen een oplossing is. Maar zo simpel is het niet. We leggen in deze kabinetsperiode de fundamenten voor het sterke Nederland van de toekomst. En ik beloof u, het zal het waard zijn. Dat Nederland is een land waar mensen de ruimte en de vrijheid hebben om hun creativiteit en hun energie ten volle te ontplooien. Waar de belastingen laag zijn. Waar toptalenten uit de hele wereld graag naartoe komen. Waar het onderwijs tot het beste ter wereld behoort. Een samenleving die geeft om welzijn, maar die beseft dat er welvaart voor nodig is. Waar we rijk genoeg zijn om mensen te steunen die het echt moeilijk hebben in hun leven. Al onze hervormingen zijn het antwoord op de vraag die de hardwerkende Nederlander vandaag stelt. Waarom? En ik zeg hem, voor een sterke Nederland, voor jouw toekomst en die van je kinderen. Dames en heren, over 10 jaar zullen mensen de politiek van vandaag beoordelen op de vraag of we Nederland en Europa sterker hebben gemaakt. Het antwoord, dat is het goede nieuws, zal ja zijn. We zullen de komende jaren allemaal moeten inleveren. We zullen zaken kwijtraken waar we aan gehecht waren. De wereld en onze samenleving zullen in alle opzichten veranderen. Maar we krijgen er heel veel voor terug. En daar gaan we ook voor knokken. En ik vraag u dan ook samen met mij er alles aan te doen om de volgende generatie Nederlanders de vooruitgang te bieden waar de vorige generaties de fundamenten voor hebben gelegd.
premier Den Uyl zei in zijn tijd, het wordt nooit meer zoals vroeger. En ik zeg vandaag, het wordt beter. Wij maken Nederland sterker. Dank u wel.